Goedenavond. Hallo. Het is een heleboel hier. Ik heb ook van alles erbij gepakt en ik ben heel lang bezig geweest met stansen vanmiddag. Ik denk, dan heb ik dat allemaal maar. En ondertussen probeer ik mezelf even op te zoeken. En dat is altijd leuk, zoals we inmiddels wel weten. De ene keer lukt het in één keer en de andere keer loop je een ongeluk te zoeken naar jezelf. En ik weet dat als ik mezelf slecht kan vinden, dat anderen dat ook waarschijnlijk hebben. Ik zie mezelf niet. Heel bijzonder. Weer. Het is toch wat, het is toch wat. Ik was hier af en toe een beetje wanhopig van, want ik kan jullie helemaal niet zien. Ik weet niet of ik te horen ben en te zien ben. Het is echt heel bijzonder. Maar ik zit toch wel in de juiste groep live, is ook zoiets, hè? Ik denk dat ik wel in de juiste groep live ben. Ik zie mezelf alleen niet. Nee. Hij denkt, zoek het uit. Ik ga jou niet laten zien. Nou, Popo. Nou, als ik mezelf al zo slecht kan vinden, kunnen andere mensen mij ook niet vinden. Ik ga even mijn telefoon kijken. Er zijn mensen, hallo. En ik zie ook op de telefoon zie ik tekst. Ik ga mezelf zo meteen ook op de laptop terugvinden. Ongetwijfeld. Ik ga gewoon even door. Hallo. Nou, ik wilde dus zeggen, ik heb heel veel neergelegd. Omdat ik eigenlijk gewoon lekker aan de slag wil in mijn planner. Flipflap vind ik altijd leuk om te doen. En ik heb deze er even bij gepakt. Want ik zag net dat Janine, die heeft geregeld met Marta, dat deze digitals, dus een gratis digitals, ik zal ze even laten zien, is deze een achtergrond en twee hele mooie andere achtergronden. Het zijn vier bladen. Als je naar de website van Marta gaat, van Maremi Small Art, en dan pak je de code, volgens mij 10HB, 10 Hendrik Bernhard, en dan kan je ze gratis downloaden en printen. Ik print ze, dit is gewoon kopieerpapier, maar wel ietsje steviger, volgens mij 100 gram en ietsje glansje eroverheen. Misschien is dat wel een beetje te zien. Maar ik dacht, dat is leuk. Die zal ik er ook eens even bij pakken. En ik heb van alles gestanst van de Planner Essentials. En ik heb nog twee boeken. Ja, ze zijn mooi, hè Marion? Ja, ik kan jullie zien. Ik heb jullie. Ja, ja. Ik heb deze twee er ook even bij gepakt. Dan wil ik misschien ook nog wel wat mee doen. Dus die leg ik even voor me. Allerlei stansjes leg ik zo uit. En ik heb drie stempelsets van de Planner Essentials erbij gepakt. Waaronder deze met al die kleine plaatjes. Vind ik zo leuk. Deze ook. Deze heeft allemaal van die adressen ook en zo. En ja, hier ben ik gewoon verliefd op. Dit zijn de lineaaltjes. En die, ja, dus dat is gewoon erg leuk. Linda, als je geen printer hebt, is vast wel iemand in de buurt. Download ze toch maar. En er is vast wel iemand in de buurt. Dus zeg maar tot morgenavond. Ik heb jullie gevonden, Anneke. Tot morgenavond nog gratis te downloaden. Volgens mij 10HB. Als ik dat verkeerd zeg, dan moet u het maar even doorgeven. Maar ik denk 10HB. Nou, wat ik gedaan heb. Ik heb een standaard bladzijde gestanst. Dit is allemaal van de Planner Essentials van Elizabeth Craft Designs. En deze is de basispagina van die set waar al die labels in zitten. Ik kan het wel even laten zien, maar waar heel veel labels in zitten. Nou, dit is eigenlijk gewoon de basispagina. Het papier is van, even bijpakken, The Man's World van Alchemy of Art. Een beetje stoer papier. En het heeft ook echt leuke, misschien dat we daar nog wel wat van gebruiken. Het klokje of zo. Leuke plaatjes erbij. Volgens mij had ik hem zelfs per ongeluk dubbel gekocht. Maar eentje is al bijna op. Dus ik denk, ja, dat kan ik wel gebruiken. Ik heb de postzegelstans. Het is de vierkanten. Met vijf postzegeltjes. Die vind ik erg leuk om te gebruiken. Dit is de basispagina van de Gerbera bladzijde. Een smalle bladzijde. Dus dat is ook van de Planner Essentials. Daar hoort bij. Van Maremi Small Art, Vera van Rooyen.
Maremi Small Art. Als je dat intikt, kom je op haar website terecht via Google. En anders heeft Janine hem in de groep gezet met een link. Bij deze set horen ook drie... die vierkantjes, die ga ik op de achterkant gebruiken. Dat is een erg leuk stansje, ook deze trouwens. Er zitten echt hele leuke dingetjes bij. Leuke bloemetjes bij. Nou, dan hebben we de set met de pijl. De papier is allemaal van hetzelfde. De set met de pijl is verkeerd omgestanst, zie ik. Er zitten allemaal pijltjes in. Die heb ik ook een aantal van gestanst. In allerlei maten zitten pijltjes in. Dat zijn leuke details. Dus ik denk, ja, dat vind ik altijd leuk om te doen. Die zit er ook in bij de pijltjes. Hier nog meer pijltjes. Kom op met de pijltjes. Een pocket met een kaartje wat in de pocket kan. Want dat komt altijd van pas. En in die andere set, in die nieuwe set, zitten ook heel leuk deze framepjes. Waar natuurlijk ook weer dit uitkomt. Dus die kan je allebei gebruiken. Dat is echt heel erg leuk ook. En ik heb die letters. Er is een heel alfabet bij. Super leuk alfabet. En dat heb ik eigenlijk allemaal gewoon gestanst van het papier. Maar dit is een beetje een roestlook. Dus dat vind ik wel leuk. Dan hoef ik zelfs niet te roesten. Dan is het al een roestlook. En uit diezelfde set als waar de framepjes uitkomen. En de set van de postzegel zitten allemaal kleine leuke... Ja... rondjes. Ik denk, nou weet je, ik stans gewoon wat. Leuk peperclipje. Er zitten allemaal leuke elementjes in. En ik had allemaal restantjes van het papier. Want ik was echt flink aan het stansen geweest vanmiddag. En van die restantjes heb ik die kleine dingetjes dan weer gestanst. Ik kan het wel even laten zien. Want zonder om weg te gooien. Als je dan allemaal nog hebt. Dus ik had op een gegeven moment... je zou zelfs nog meer kunnen stansen. Als ik zou willen. Zou ik nog eentje, precies zo'n smal dingetje, zou ik nog precies kunnen stansen. Want dus... haast zonde om weg te gooien, want het is echt zulk mooi papier. Op welk papier? Ik heb het op 100 gram, een beetje glanzend kopieerpapier bij de Bruna gekocht. Gewoon zo'n smal doosje A4. Simpel papier. Ik heb het hier liggen. Er zat zo'n doosje, gewoon bij de Bruna. Volgens mij 100 gram. En het is net even dikker. Volgens mij is kopieerpapier 80 gram en dit is 100. En het is een beetje, ja, lijkt wel glanzend. Ik vond het wel handig om op uit te printen. Dus die heb ik gekocht bij de Bruna ooit. Ja, deze P kan ook in grid, 100 gram. Ik vind 100 gram wel een mooi maatje ook. Ja. Nou, dit heb ik dus allemaal bij de hand. En ik dacht, we gaan gewoon ter plekke wel kijken hoe ik het in elkaar vreubel. Want als dit de basispagina is, dan is het misschien wel leuk om deze hier op te maken. En die maak ik er dan wel aan vast en die vouw ik om, zodat je hem om kunt slaan. En dan deze hierop. Zo, dan heb ik er drie. Ik denk dat ik dat alvast wel kan lijmen. Denk ik zomaar, of wil ik er nog wat tussen? Nou, ik denk dat dat wel voldoende is. Het enige is dat ik... Ik vind het wel dat je het niet zo goed kunt zien. Dus wat ik dan altijd even doe. Dan pak ik mijn oxide en mijn dauber er weer bij. Dat hebben jullie me waarschijnlijk al, ik weet niet hoe vaak, zien doen. Maar dan maak ik het toch een klein beetje een randje wat ik dan benadruk. Zodat je wat meer de vormen ziet op je project. Wat vroeg iemand? Kim, wat vroeg je? Op de website van Maremi Small Art. Oh, kijk Linda, geweldig. En als je dan, die weet, als je googelt, dan kom je daar meteen tegen. Maar mocht het nou een probleem zijn, Janine heeft in de groep vanavond een bericht geplaatst met een link. En de code 10HB volgens mij. En dan kan je tot morgenavond die papieren die ik net liet zien gratis downloaden. Ik doe ze meteen even allemaal. Oh, dat is wel heel lief. Ik heb ook geen printer meer. Die was stuk. Ik moet nog een keer een nieuwe. Maar ik heb ook iemand in de buurt die er wel eentje heeft. En dan betaal ik een vergoeding en dan heb ik ze ook. Hoop. Dat was niet zo slim.
ik doe dat randje toch altijd nog even om net even wat meer dat het eruit popt. Dat je de vormen net even wat beter ziet. En de laatste even voor nu. Nou, wat lief dat we elkaar weer helpen. Maar ik dacht, zal ze laten zien. Ik heb toevallig vorige week geprint. Ik had het die dag dat het toen gratis op Marta's Facebookpagina stond, dat ik het meteen gedownload. Zo. Nou. Is het allemaal net even iets meer te zien. Kijk, en dan kan ik het wel opplakken. Ja, super lief dat we elkaar helpen. Ja, ik vind het altijd fijn als we elkaar een beetje kunnen helpen. Ik ga heel even mijn scoreboard erbij pakken. Want ik ga een randje maken. Een schattig kleurtje. Het blijft een schattig kleurtje. En in feite wat ik doe. Nou, hier hoef ik, er zit eigenlijk al een randje in. Maar deze hoeft eigenlijk niet. Dat is de basispagina. Maar het is wel handig als hier nog een lijntje komt. En dat is een beetje. In het Engels heb je zo'n prachtig woord ervoor. I'm going to eyeball it. Ik ga gewoon eventjes ongeveer doen. Naast de openingen. En eigenlijk hier hetzelfde. Maar hier kan ik hem wel precies op de rand doen. Zo. Zo. Kijk, fantastisch. Mirjam, ja. Ja. Ze is ook goed te googlen hoor. Als je googelt, dan heb je het eigenlijk al meteen te pakken. Zo, nu zijn ze te vouwen. En als ik het nu opplak, dan heb ik meteen dat het omvouwt. Dat was de bedoeling. Maar ik moet zelf ook nog eens een keer een goede printer hebben. Goede kleurenprinter. Want ja, jammer genoeg heeft de onze, en dat was ook best wel een fijn ding, maar hij heeft de geest gegeven, ja, dus moest hij weg. Kijk, dit bedoel ik. Hier plak ik wel wat op, want ik heb het precies verkeerd omgestanst, zie ik. En deze gaat hier weer op en die fout dan ook. Ja, het is echt een stoffe set hoor, Linda. Het is met die, ik vind hem echt geweldig. Met eigenlijk die pijlen, die heeft heel veel elementjes erin. Maar ik heb ze laten linken. Maar er zitten in die andere set ook zoveel leuke elementjes die je weer overal voorbij kunt gebruiken. Heel veel details. Zo. Nou. Dus de basis dan eigenlijk klaar. Ik vind het wel leuk dat die twee tapjes er ook zitten. En nu vouwt het dus gewoon makkelijker om het zo maar te zeggen. Het is gewoon één pagina. De achterkant is ook mooi trouwens. Maar deze komt in mijn planner. Leuk. Echt weer helemaal leuk. Oh, dankjewel Linda. We hebben DT-dag inderdaad morgen bij Hobbyfishen. Ja, de Epson EcoTank. Ja, dat is wel fijn, hè, Mia. Zoiets moet het inderdaad weer worden. Ja, Marga. Ik was mezelf ook helemaal kwijt in het begin, hoor. Ik ben altijd het ene keer weer heel makkelijk te vinden. En de andere keer dan is het een drama om je te vinden. Of om mezelf te vinden in dit geval. Nou ja, goed. Ik heb hier dus van alles om mee te spelen. Maar laat ik heel even beginnen met het maken van de postzegels. En daar ga ik ook de plaatjes van Maremi voor gebruiken. En die past. Ik kan hem hier doen. Of ik kan hem hier doen. Dat je dat kwijt bent. Maar die wil ik op de voorkant in elk geval doen. Dus die komt hier. Laat ik het in het midden doen. Net zo leuk. En dan kan ik deze misschien wel eraf halen. Die komt hier dan zeg maar bovenop. Meteen even laten zien wat ik ongeveer van plan ben. Hier aan de binnenkant. Dat had ik net al laten zien.
En daar kan je dus ook allemaal weer foto's in verwerken. Maar ik dacht, die laat ik nu met de plaatjes werken. Deze komen hier. Die horen ook bij die smalle bladzijden sets. Nou, hier wil ik een van die frametjes op doen met een zo'n vintage foto erachter. En hier wil ik de pocket doen. En als je deze dan open doet, wil ik aan de andere kant ook iets met een frametje. En hier kan ook nog iets komen. En ik heb nog dat woord. Wat had ik ook alweer voor woord? Hier had ik hier. Dat is Engels. En dat woord denk ik dat ik hier ergens wil. En dan hier de pocket. En hier nog iets leuks naast. Nou, en dan is het een kwestie van versieren. Maar zoiets moet het gaan worden. Ja, Epson EcoTank. Daar heb ik goede verhalen over. Oh, A3 mee printen. Zo, dat is helemaal fantastisch. Beginnen bij het begin. Het papier moet ik er weer even bij pakken. En dan moet ik even een lichte. Dus hier kan ik er wel een paar uithalen. En hier kan ik er ook wel een paar uithalen. Want ik wil natuurlijk een beetje contrast. Ruimtegebrek. Hier. Nou, wat ik doe. En er zijn echt 20 wegen om hier te komen. Maar wat ik doe. Nou, ik had eerder gezegd dat ik een standje miste om hier te matten. Ik meet gewoon even tussen de gaatjes op. Nou, dat is zo'n 4 centimeter. En dan zit natuurlijk ook 4 centimeter, want ze zijn vierkant. Dus ik doe 3,5 bij 3,5. En die komt erin. Dus dan moet ik 5 keer 3,5 bij 3,5 snijden. En ik heb er maar even een nieuw mesje in gedaan. Want hij had echt de geest gegeven. Het mesje. Maar dat heb je natuurlijk zo af en toe. Dat geeft ook helemaal niks. Ja. Even kijken of ik het goed uitgeteld heb. Lichte kleurtjes. Dan wil ik ook nog even met het blauw doen. Ja, Men's World of zoiets. The Men's World, dat is hem. Prachtig, prachtig papier. Nou, dan doe ik het weer. Of het komt omdat het een nieuwe is. Hij vliegt er elke keer een beetje uit. Deze kant ook nog even. En waren dit dan ook de juiste afmetingen? Nou, helemaal fijn. Zo. Nou, dat is die. Die kan weer terug in het kastje. Zo groot is het hier niet. Die mag daar. En dan heb ik mijn flippen de flappen bladzijden al aardig op de basis klaar. En dan gaan we de postzegels doen. Nou, postzegels. Zo. Kijk, mooi contrast met dat donker. Dat donker heb ik uit hetzelfde papier gestanst aan de achterkant van deze. Ik vond de voorkant ook heel mooi met dat roestige, om het zo maar te zeggen. Nou, voor dit kun je natuurlijk van alles verzinnen.
Maar ik had de boeken er even bij gepakt. En bij mij was de link wel blauw gekleurd, Kim. Maar je kunt ook gewoon even Google gaan. Maremi, M-A-R-E-M-I. Maremi's Small Art. En dan kom je op de website uit. En dan, nou. Ja, ik had ook nieuwe nodig weer, Anneke. En morgen ben ik bij Hobby Fishing, omdat we dan DT-dag hebben. En dan komt er ook meteen even een nieuwe. Dan gaan we meteen weer meenemen. Past dit een beetje? Dat bloemetje is in elk geval al wel heel erg leuk. Om erop te doen. Dan moet ik eventjes... Waar is mijn schaartje? Ah, ja, zeg, vanmiddag had ik hem nog. En misschien is er een van de elfjes wel leuk. De kopie daarvan. Of een paddenstoeltje. Dat is ook natuurlijk ook heel erg leuk om op te doen. Ik krijg meer keuzestress van al die verschillende opties. Vogeltje is ook leuk. Nou, het is ook allemaal te doen. Je gebruikt een gedeelte. Maar er zijn wel kleinere plaatjes die je goed kunt gebruiken voor de postzegels. Even een beetje voorzichtig eromheen. Nou, ik heb het mesje nu vanmiddag vervangen van de papiersnijder. Dus ik hoop dat u nog even meegaat. Maar ik neem morgen wel meteen weer nieuwe mee bij Hobby Fishing. Dat leer je er wel van. Dan moet meteen weer eventjes het nieuws komen. Dat geeft niks, maar dat is wel even een feitje. Ja. Of vind ik liever een engeltje, vogeltje. Ik zag net vogeltjes. Het is net iets te groot. Ik ga deze wel eventjes apart leggen. Ik vind ze allemaal leuk. Dat is net het hele euvel. En het probleem. Het moet natuurlijk wel een beetje passen. Die bloemen vind ik erg groot in het boek. Maar dat komt omdat ik tegenwoordig natuurlijk zo klein werk. Kijken of er ook het kleinaars tussen zit. Het blijft natuurlijk wel nog steeds heel erg mooi. Maar het is ook erg groot. Ik vrees een beetje dat het allemaal iets te groot is. Nou, dan gaan we deze gewoon niet gebruiken. Misschien zit er wel bij die download een leuk plaatje tussen. Die net even wat kleiner is. Ach, dat pompoentje, dat is toch ook cute. Dat is toch ook schattig, dat we die doen. Ja, deze kun je natuurlijk nog 80 keer printen als je wil. Dus die kan je gewoon onbeperkt... Dat wordt gewoon onbeperkt. Nou, deze die kan ik gewoon even knippen. Snel. Het is hier wel heel raar licht, dus even mijn leesbril op. Zo. Zo gek, ik heb eigenlijk nooit een bril nodig. Maar als het dan donker wordt en ik moet echt heel fijn knipwerk doen, dan heb ik het toch ineens nodig. Ik denk, nou, word toch ouder. Het hoort erbij. En op de Shen dacht dat ik een bril nodig had op mijn linkeroog. En de oogarts die zei, wat een onzin, die man heeft verkeerd gemeten. Dus ik had een bril besteld voor €460 en die moet ik van de week terug. Want daar heb ik dus niks aan. Ik kan er ook heel slecht doorzien, heel wazig. Dus de opticien heeft mijn oog niet goed opgemeten. Zo fijn, dus dan moet de bril weer opnieuw, tenminste het linker glas moet opnieuw gedaan worden. En dan maken we er een computerbril van. Zo kan het ook. Nou. Dit is op zich zo gepiept. Ja, 100 gram papier heb ik geprint. Net even wat meer dan het gewone kopieerpapier. Net ietsje glanzender papier. Ik heb simpelweg bij de Bruna gehaald. Maar iemand zei net DCP-papier. Ja, dat kan natuurlijk ook.
Hebt Jeannette een bril nodig? Ja, nou valt voor mijn linker oog. De oogarts zegt, hoe komt je erbij? Ik zeg, ik heb geen idee. Ik kom nooit bij een opticien. Ik heb nog nooit een bril gehad. Dus ik heb oprecht geen idee. En ik zeg, we hebben toen die bril besteld. Heb je de bril al besteld? Zegt die oogarts. Ja, meteen toen dezelfde dag. Ja, maar dan moet je mee terug. Ik denk, oké. Ja, en dat klopt ook wel, want ik heb de bril en ik kan er heel slecht doorzien. Dus het is, ze heeft gelijk. Ik heb helemaal geen bril nodig. Maar een leesbril zoals nu, weet je wel, dat het gewoon iets vergroot, om het zo maar te zeggen. Als het een beetje donker is, is wel fijn. Nou. De stempels. Ja, ik hoop dat het op je chin wel vergoed. Ja, dat ik niet weer een nieuw glas moet betalen. Dat zou wel zijn. Even een klaplaatje eronder, want anders wordt het zeil dat eronder ligt niet echt heel erg mooi van, zeg maar. Nou, stempelen. Ik kraftelklok mooi papier. Ik heb de laatste paar collecties niks van gekocht. Ik vind ze zo achteruit gegaan. Maar tenminste, ik vind ze te veel plaatjes hebben erop. En ik vind juist niet met plaatjes wel eens leuk. Dus ik, als ze dan alleen achtergrondpapier hebben, zoals Stamperia heeft dat, dan wil ik dat nog wel kopen. Maar als ze weer met mooi papier aankomen, dan kan ik het ook niet weerstaan. Want ik was altijd wel Craft the Clock fan. En je kan niet zonder je leesbril. Nee, ik op dit soort momenten ook niet. Met dat rare kunstlicht. Nou, ik ga gewoon random wat stempelen. Dat vind ik altijd heerlijk om te doen. Soms zie je er bijna niks meer van. Soms zie je er wel wat van. Allebei leuk. Oh, ik word wel vergoed. Ja, ja, de oogarts heeft me niks meegegeven. Ik dacht later, had ze mij niet even een briefje moeten meegeven met wat zij gemeten heeft. Maar ik, nou goed, ik moet dus vragen of ze opnieuw meten. Want, heb ik op niks van. Maar een computerbril, dat vind ik wel, wel fijn. Want ik zit echt heel veel achter de computer. Waar ben ik? Oh hier, die Dauber. En daar heb ik wel eens last van in mijn ogen. Ik ga deze, want het is gewoon kopieerpapier. Dus ik kan gewoon met lijm het printje, zeg maar. Of dit komt uit het boek. Maar dan kan het gewoon met lijm plakken. Ik heb een daglichtlamp, Inge. Ik kijk nu met een daglichtlamp, maar dan nog. Nou, past precies. Toch helemaal leuk zo. En toch vind ik het leuk, al zie je niet zo heel veel meer van, dat je een beetje stempelt op de achtergrond. Anders is het, dan zie je ook dat het, ja. Waar is mijn pompoen gebleven? Dit is echt weer ikke. Pompoen kwijt. Ik leg deze vast allemaal hier neer, want anders weet ik het wel. Oh, deze niet. Ah, hier is de pompoen. Tadada. Ja, je moet ze alvast downloaden, want morgenavond kan ik niet meer. Dit zijn die postzegel. Die zijn toch ook helemaal leuk. Echt helemaal geweldig. Deze zal ik er ook vast uithalen. Ja. Welke is leuk? Welke is leuk? Deze. Oh, ik ben nog niet zo lang bezig hoor. Ik doe gewoon lekker mijn ding vandaag. Zo. Deze komt hier wel op nog. En dan gaan we gewoon nog even door. Stempelen op stempelen. Oh, kijk. Tekstje. Ideaal.
En deze, dat is wel leuk. Dit is die Dune. Scent Dune van Vers Van Clair. Die gebruik ik zo ontzettend vaak. Waarom? Omdat hij een beetje opgaat in de achtergrond van heel veel designpapier. Zo ook hier. Dus je kunt zonder echt mega te overheersen. Ik zal het zo even van dichtbij laten zien. Net even wat meer aanbrengen. Net wat meer. Zonder dat het idioot opvalt. Oh, hij valt in mijn handen. Sorry. Zie je? Maar dit is zo'n onwijs gaaf kleurtje. Ik gebruik hem met onwijs veel verschillende soorten designpapier. Maar ook als ik gekleurd heb met bijvoorbeeld Distress Ink. Dit is de Vintage Photo. En dan met deze overheen stempelen. Dat werkt ook erg goed. Dus een ideaal achtergrondstempelkleurtje. Dat Sand Dune. Je hebt er druk mee, Mirjam. Het komt vast goed. Ja, het is ook te leuk om niet te doen. Hè? En download het gewoon alvast. Ook al heb je nog geen printer. Is vast wel iemand in de buurt een keer. Of ja, ik weet niet. Vroeger kon je bij de supermarkt printen. Ja, dan moet je natuurlijk een bestandje meenemen of iets tegenwoordig. Ik ga ook even over de hier overheen stempelen. Ja, het is net een feestje zo, hè? Hoe leuk. En door te stempelen geef je het gewoon net een beetje extra. Tenminste, vind ik. Je kan het allemaal wel klakkeloos opplakken, maar je er net een beetje extra doen. Ja, weet je, vind ik leuk. Je hoeft het niet te doen. Even het randje doen. Kijk, en dan heb ik er al twee. Is toch helemaal leuk. Mooie kleurtjes. Nou ga ik het toch nog eventjes heel eigenwijs. Waar zijn de boeken? Oh, la, la. Nog meer proberen. Want ik vind het heel erg leuk met, met die plaatjes. En dan wat stempelen. Dus ik ga het toch nog even knippen. En ik dacht nog vanmiddag, ik hoef niet te knippen. Want ik ga er niet zoveel doen. Dus ik ga niet knippen. Nee, Rihanna knipt niet. Maar ik dan toch. Gewoon te leuk. Zo. Dat hele postzegeltjes maken gebeuren. Volgens mij vindt iedereen het leuk. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Sowieso om allemaal van die kleine. Ja, dingetjes te maken. Van die kleine clustertjes, om het zo maar te zeggen. Daar valt het eigenlijk ook wel een beetje onder. Ik maak hem heel eventjes een beetje met Vintage Photo een kleurtje erop. Zo, en dan gaan we weer eventjes iets erachter doen. Zo leuk toch? En hoe leuk is dat? En normaal gesproken, en ik weet niet of er hier eentje ligt. Ik heb er nou net niet eentje liggen, denk ik. Even spieken. Nee, ik heb er net even niet eentje liggen. Maar ik vind het ook leuk als ze eenmaal erop zitten om dan nog te stempelen. Maar daar is het achtergrondpapier nu eigenlijk een beetje te donker voor, om het zo maar te zeggen. We gaan er gewoon nog eentje doen. Zo grappig is hier staat airmail en dan zo'n vogeltje. Dat is wel schattig. Maar dat stempelen is gewoon eigenlijk. Er zijn onwijs veel stempelaars hier natuurlijk. Maar ik blijf het leuk vinden. In het begin had ik er best wel moeite mee. Want ik kom uit een hele andere mixed media omgeving natuurlijk. Maar dan nog. Het is gewoon echt super leuk om te doen. Ik ben ook helemaal verliefd op die lineaaltjes.
vind ze zo leuk. Zo. Ja, leuk hè, Sandra? Vind ze ook leuk. Heerlijk om te doen ook dit. Even wat wegtoveren. Anders loopt het echt over elkaar heen. Zo. Nou. Ik zit trouwens nog erg vol. De kinderen die hebben deze week vakantie gehad bij ons. En dit was feitelijk natuurlijk dan de laatste vakantiedag. Hè? Maandag dan moeten ze weer beginnen. Dus dit weekend is het weer proefwerken leren en huiswerk maken, et cetera, et cetera. Dus ik zei, weet je wat we doen? We maken er nog een klein feestje van vanavond. Ik heb de pizzeretten erbij gepakt. En we zijn nog even lekker aan de pizza gegaan. Zelf pizzaatjes maken. En dan komen echt de grappigste combinaties maken die kinderen. Mijn zoontje die had bedacht om een pizza met Duo Panotti te maken. Nou, prima. Als ik het maar niet hoef te eten. Helemaal goed. Hij vond het lekker. En met tonijn en met anchovies en met ham en salami. Ik had van alles aan restjes nog uit de kasten en de koelkast getrokken. Dus nou ja, ik denk helemaal prima. Doen we dat even op zo'n manier. Kijk. Hoe onwijs leuk. Het is toch geweldig. Deze is een beetje een lelijk randje. Hoe komt dat? Dat is beter. Leuk toch, hè? Ik vind dit ook zo leuk, dit. Ik vind het dan heel vervelend als ik nog meer wil knippen. Want ik denk dat het wel leuk is om het dan voor te zetten. Of we doen er nu 3 en dan 2 met alleen stempels. Maar ik vind het wel leuk om een kleurtje, iets met een kleurtje te doen. Ik ga gewoon nog eentje doen. Of 2. Ik heb ook nog. Ik zal de enige niet zijn, denk ik, die meer boeken heeft. Ook nog de vlinders. Dat is misschien wel leuk. Vlindertje. Knipt ook makkelijk. Ik denk dat dit maatje wel aardig klopt. Net iets te groot. Ze mag voor mij ook wel ietsje kleinere dingetjes. Kijk, dat is een mooi plaatje. Misschien een ander kleurtje. Kijk, dit zijn mooie kleine plaatjes. Ik werk persoonlijk niet zo heel groot. Maar dat is misschien mijn ding. Kleiner hebben. Deze is mooi. Deze. Mooi maatje. Ja, die pizzeretten. Dat is eigenlijk gewoon een soort van ronde bak. Waar met zo'n pizza schep, noem ik het maar. Zo'n ronde ding. En dan kun je gewoon erin. Ja, een soort van steenoven pizzaatje inderdaad. Ik dacht leuk. Maar ik zit vol. En ik ben de hele week zelf ook vrij geweest. En dat was, de tijd is echt voorbij gevlogen. En ik dacht, ik ga met de kinderen allemaal leuke dingen doen. Dus ik dacht, jullie mogen het zeggen wat we gaan doen. Nou, met mijn zoon ben ik naar de dierentuin geweest. Een leuke aanbieding op Social Deal. En wij hebben hier Dierenrijk vlakbij. En zijn we daar samen naartoe geweest. Vindt hij onwijs leuk met de dieren. We hadden alleen, het was heel mistig. Woensdag was dat. En daardoor waren heel veel van die ramen, waardoor je de beesten kon zien, zeg maar, die waren beslagen. Dus de tijgers, die heb ik ergens een silhouet van gezien. En idem met de ijsberen. Maar er lag 1 ijsbeer toevallig aan de andere kant voor Jaffa. Die hebben we allemaal net kunnen zien. Maar we wilden eigenlijk de baby zien. Er is ook een klein ijsbeertje. En volgens mij liepen ze er. Alleen ja, we zagen niks. Want de ramen waren helemaal beslagen. We hadden wel gigantisch geluk bij de leeuwen. Daar was het raam wel vies. Maar we konden wat zien.
En ik weet niet wat er was, maar ze liepen daar gewoon rond, die beesten. Ze waren dus een keertje niet aan het slapen. En een van die leeuwen die staat ineens in de verte eigenlijk ineens stil. En die kijkt mijn kant uit en die komt rechts op me aflopen. En ik dacht, eeuw, wat ga jij doen, jongen? Wat ga jij doen? Je hoeft het niet met Maremi plaatjes te doen, hè, Anneke? Je kan het ook met andere plaatjes doen, hè? Maar ik heb het toevallig hier. Dus ik dacht, dan is het ook wel handig om te gebruiken. Maar die leeuw, die staat gewoon bij mij voor me. Het was dat het raam ertussen zat. Echt waar. Want ik zweer het je dat die, ik weet niet wat hij aan het doen was. Volgens mijn zoontje was het een zielsconnectie. Ja, dat zal het zijn. We kennen elkaar uit een vorig leven. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik zat echt zo een foto te maken. Want het is letterlijk alleen nog maar het glas tussen ons. Rechts op me af. Nou, oké, dit is ook een hele bijzondere ervaring, zullen we het maar noemen. En op een gegeven moment stond hij stil en hij draaide nog eens om en hij kwam nog eens terug. Ik dacht, nou, ik zal wel. En toen ging hij daarna bij zijn vriend liggen op de auto. Ik dacht, oké, ik denk helemaal prima. Het was een raar iets. Hé, hey, luister, ik doe het ook alleen maar wat ik leuk vind, hè. Jullie moeten me helemaal zo... Ik heb een paar van die boeken gekocht ooit. Hey, heb je ze niet... Er zijn meer plaatjes om te gebruiken. Ik heb toevallig nou dit liggen. En dat is dan net zo handig om te gebruiken als je het hier toch hebt liggen. Dan moet je het ook maar gewoon gebruiken. Deze even erbij, denk ik. Want die is wel heel leuk. Oh, waar is mijn stempelblok, wou ik zeggen. Maar die is hier. Een ander kleurtje. Wat vind ik wel leuk. Ik vind dit ook zo'n mooie kleur. Dus dat Shady Lane. Is dit een mooi kleurtje. Zo. Het zijn allemaal net kleine dingetjes. Ja, voor je verjaardag vragen. Dat is wel een goeie. Verkeerde. Maar ze zijn niet heel goedkoop, hè? Tenminste, ik vind ze niet heel goedkoop. Ik heb de nieuwste ook allemaal nog niet. Ik wil heel graag die steampunk. Maar ja, we kunnen niet alles. Nou, en de laatste. Vervel ik jullie? Niet de bedoeling om jullie te vervelen, maar ik vind dit wel echt heel erg leuk om te doen. Nog één keer. Deze zit hier nog een kleine bloem in. Ik wil nog wel een bloem. Een bloem. Ja, of de paddenstoel. We doen de paddenstoel. Natuurlijk net de moeilijkste. Zo. De paddenstoelen zijn ook wel leuk, Anneke. De paddenstoelen vind ik leuk en ik vind die steampunk nog wel leuk. Maar hier zaten ook paddenstoelen in en ik denk, ja. Dit knipt tenminste ook heel makkelijk. Zo gedaan. Ja, zo. Nee. Maar toen kwam mijn zoon naar de dierentuin geweest. En we hadden samen een cake gebakken. Ja, en mijn dochter die wilde heel graag...
een appeltaart bakken. Dus dat hebben we ook nog gedaan. En zij wilde naar het bos foto's maken. Want ze heeft op school heeft ze een cursus fotografie gehad. En ze wilde heel graag paddenstoelen foto's van maken. Nou, we hebben 2 bossen gehad. We hebben letterlijk 2 paddenstoelen gezien. En volgens mij was de rest allemaal bedolven onder de bladeren of zo. Het was gewoon bijna niks te zien. Uiteindelijk zijn we maar gaan matchen kolven. Samen. En een appeltaart dan gebakken. Ja, de blauwe moeten inderdaad om en om. Die moeten inderdaad hier. En dan doen we bloem in het midden. Die doen we onder. En dan komt hier ook een blauw. Ga ik doen. Dat steampunk is met die klokken. Ik kan er wel eens een keertje wat van laten zien. Maar het steampunk is een beetje industrieel gebeuren. En daar is ook een boek van. Die lijkt me nog wel leuk. Zo, en dan gaan we hier nog heel even met de Sand Dune overheen. Een mooie kleurtje. De groen kan terug. Ik heb tegenwoordig zo'n bak hier staan met al die ikjes erin. Ideaal. Oh, pak ik dan weer het verkeerde? Oh nee, dat is de goede. Het leek groen. Maar dit is die Sand Dune. Zo. Nou. Een stripje klaar. Raad, dat is inderdaad klokjes. Ze hebben vaak van die hoeden met van die vliegeniersbrillen en allemaal dat soort dingen. Het is wel netjes om deze even terug te plakken. Hoppakee. Randje. Paddenstoel. En erop. Nou, als ze lijmen. Oh. Even kijken. Godzijdank, blijf er eventjes bij mij. Ik wil te snel door. De bloem in het midden. Ik vind dit zo leuk. Ja, wat ik zeg. Als je dan een wat lichtere achtergrond hebt. Dan kun je er nog overheen stempelen. Zodat je overal die stempels ziet. Maar daar heb ik even geen voorbeeld van volgens mij. Niet hier. Ik had er eentje. Maar het is toch raar. Ik heb toch tegenwoordig een kleine hobbykamertje. Maar is weer ditje dat ik net zoveel kwijt ben. Als dat ik nog beneden in de woonkamer zat. Ik kom het uiteindelijk allemaal wel tegen, vast wel. Ja, wij kwamen gewoon geen paddenstoel tegen. We hebben uiteindelijk 2 of 3 soorten, maar echt dat je denkt, nou, wat is de rest? En mijn dochter die dacht, nou, ik ga ze op de foto zetten. Ik heb een cursus gehad en op school en... helemaal leuk, maar ja, er was weinig op de foto te zetten. Arme kind. Kijk, en dat past toch weer helemaal geweldig bij de rest, hè?
Is toch helemaal leuk. Ik kan een beetje naar links doen. Dan kan ik hier nog wat stempelen misschien. Zullen we hier nog eventjes even een groot blok pakken? Als ik die kan vinden zo snel. Die zou ik moeten hebben. Ja. Zeg, ik heb een grote van Studio Light. Ideaal. En dan met die cijfers. Die is wel leuk om te gebruiken. Past dat? Ja. Dat past. Oh, zouden mensen ze plukken? Ja. Oh. Ik had wel eentje gezien. Het leek een oranje blaadje op de grond. Maar dat was een paddenstoel. Dat vond ik wel onwijs gaaf. Gaan we deze rand even doen. En die zal misschien niet helemaal perfect uitkomen. Maar dat is juist ook, dat geeft niet in dit geval. Het mag een beetje ja, grungy eruit zien, om het zo maar te zeggen. Ja, zo ja. Helemaal leuk. Het is wat achtergebleven, maar dat geeft helemaal niks. En dan komt die hier. Ja. Dit wordt wel een leuk zo. En omdat het papier natuurlijk ook al een beetje dat crunchy papier is, is het gewoon al, wordt het al heel snel leuk. Ik kan hier nog van die reinforces doen. Deze plak ik er gewoon simpelweg op. En je kunt het natuurlijk ook met foto's doen, hè. Maar ik heb gewoon vandaag zin om er gewoon postzegels van te maken. Kijk uit dat je niet over de vouwlijnen heen plakt in dit geval. Ja, helemaal gaaf. En nou zie ik mijn naaldje niet meer. Oh, die, zie je, die plakt aan mijn huid. Ja hoor. Tadaa. Nou, de voorkant is al aardig gedaan. En dan flapt hij over. Ik word hier zo blij van. Ik kan er niks aan doen. Ik ga deze drie. Nou, dan komen op de bovenste en de onderste een plaatje. Nou, even kijken in welke hoedanigheid ik hem wil hebben. Waar we moeten plakken. En zo kan je natuurlijk ontzettend veel foto's toevoegen. Hè? Dat wil ik eigenlijk ook nog wel gaan doen met zo'n soort bladzijde. En dan van deze week de foto's van de dierentuin. Van het, de foto's die we toch in het bos gemaakt hebben. Ja, de foto's van het bakken samen. Het zijn toch herinneringen. En als ik straks klaar ben hier. Dan ga ik met mijn zoontje. Want mijn dochter is volleyballen. Gaan we samen film kijken. En morgen dan is de DT-dag. Dus dan ben ik er niet. Maar morgenavond natuurlijk wel. Gaan we nog lekker eten. Ja, en dan zondag zullen ze toch veel aan hun huiswerk moeten. Kijk eens. Ja, dit is eigenlijk gewoon alleen maar een kwestie van stansen. En dan in het midden hier een plaatje. Deze vind ik wel leuk om zo te laten met de bloem. En heb je eigenlijk de voor- en de achterkant eigenlijk al gedaan. Zo snel gaan we. Het is echt van de razende snelheid. Dan had ik plaatjes. En die had ik misschien even van tevoren moeten pakken. Want die weet ik even niet zo snel waar ik die gelaten heb. Hier zo. Ik heb zo'n bak met van die plaatjes. Ik had er ook een aantal gelinkt. Ik heb ook plaatjes van Tim Holtz. Ergens.
En daar, die ben ik dus ook. Ik ben even aan het kijken in de bak van Tim Holtz. Die ik hier heb. Ik moet ergens plaatjes hebben. Ah, die zie je. Ja. Van die foto's. Om het zo maar te zeggen. Ik bewaar er altijd overal de plaatjes van. Maar deze zijn misschien het makkelijkste om even mee te werken. Deze framepjes. Ik had er twee. Hey. Dit zijn ook uit een van die sets van Elizabeth Craft Designs. Plaatjes. En je moet dan heel even kijken, want deze zijn misschien net even te klein. Toch even een andere pakken. Deze kunnen wel mooi hier in het midden. Als je die mat. Dat is ook gewoon foto's werken van jezelf natuurlijk. Deze niet. Die pak ik toch even de wat grotere. Dit is van een oud vel. Een krachtenklok of iets dergelijks. Die heb ik ook laten linken. Die zijn net even wat groter. En dan is het even kijken wat erachter past. Nou, dit past. Deze is te groot. Dit past eigenlijk allemaal wel. Dat meisje is misschien wel mooi voor hier. En die plak ik er dan achter. En dit kun je natuurlijk ook met gewone foto's doen. Dat is echt helemaal aan jou. Net te... Eigenlijk zou ik ze liggend willen hebben. En dat kan met deze wel. En die plak ik er dan feitelijk achter. Zo. En dat hoeft allemaal niet heel erg super netjes, als het maar gewoon past. Dan heb ik toch iets te klein gemaakt. Maar dan plak ik dan wel even wat achter. Ja, ik moet er heel even wat achter plakken. Anders dan zie je precies dat wit. En dat is niet mooi, maar daar weten we altijd wel weer wat op te bedenken. Zo. En dan plakken we er gewoon nog een reepje bij. Aan de bovenkant. Kijk. Helemaal perfect. Die is klaar. En die komt hier op. En dan nog eentje aan de achterkant. Mag ik heel even een stukje designpapier. Ik denk dat dat het mooiste is om te doen. Zo. Aan. Daar heb je daar. Maar geloof het of niet, zo ben ik ook met echte foto's bezig. Om het er gewoon een beetje passend achter te krijgen.
Zo. Nou, kijk. En ja, dit is gewoon een kwestie van alles bij elkaar wat je bij elkaar wilt krijgen. En het opplakken. Zo. Hé, hey, ik sta stil of niet? Ik zie mezelf daar stilstaan en hier niet. Dat is ook bijzonder. Waarschijnlijk de laptop die eventjes de weg kwijt was. Nou, die komen er dan ook op. Deze op de voorkant. En dan is het leuk. Om een beetje te spelen met accessoires. En die had ik hieronder. Het wordt hier echt een grotere, het wordt steeds grotere bendy hier op het bureau. Gaat echt geweldig. Even kijken, ik had namelijk, als het goed is, wat leuke dingetjes gestanst. Waaronder, wil ik zeggen, een paperclipje. Maar die ben ik natuurlijk nu weer even kwijt. Zoek het paperclipje. Die heb ik nog wel... Ja, die ligt waarschijnlijk op de grond of net wat. Ergens net dat je denkt van oké, okay, daar hoort hij niet. Ik heb hem aan het begin van de live nog gezien, maar waarschijnlijk bij mijn arm. Of net waar ik mee bezig was, is hij ergens afgevallen. Dus dat gaat echt geweldig, maar Allah. Dan doen we deze. Nou, en zo ga ik eigenlijk door. En dan betekent, want ik zie inderdaad dat ik alweer op het einde zit. Tijd gaat zo snel. Als ik bezig ben, dan ben ik bezig. Nou, en dit ga ik dus allemaal nog opvullen. Dit hebben we gedaan. En hier komt dan nog de pocket. En hier komt nog het woord aan de linkerkant. Hier plak ik nog iets op. Misschien wel met labels iets doen of met pijlen iets doen. Nou, jullie zullen het eindresultaat ongetwijfeld nog zien. Maar dit is in elk geval een beetje het idee. Ik wilde natuurlijk weer veel meer doen. En dat kwam ook omdat ik dit gewoon weer heel erg leuk vind om te doen. En ik... Jij is weggelopen, ja. Stom ding. Ik kom hem zo meteen ongetwijfeld tegen. Maar dit is een beetje het flip-flap gebeuren. Met in principe gewoon een keertje de postzegeltjes geïntegreerd in de bladzijde. Dus dat ik heb ze niet losgemaakt. Ik heb ze gewoon letterlijk erop geplakt. En ja, goed, hebben we meteen op deze manier een flipflap. Bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een heel erg fijn weekend. En heel graag tot de volgende keer. Doeg, doeg!